een idee vastleggen, geef je een officieel certificaat met datumstempel, zodat je altijd kunt aantonen vanaf welk moment jouw idee bestond. Stel je hebt een goed idee voor een app, een film, een product of programma. Dan wil je niet dat anderen ermee vandoor gaan. Iedereen kent de verhalen. Je gaat met een nieuw idee voor een tv-programma naar een omroep, maar ze vinden het niks. Tot je verbazing verschijnt je idee enkele maanden later toch op televisie. Balen, maar als je ervoor hebt gekozen om het idee te beschermen, zijn er wellicht mogelijkheden. Het antwoord op de vraag of je een idee kunt vastleggen is namelijk ja. Het vastleggen van een idee kan in 5 stappen. Deze 5 stappen zijn als volgt. 1. Idee uitwerken in documenten en presentaties. 2. Taal van het depot kiezen. 3. Titel geven aan het depot. 4. Omschrijving van 225 tekens toevoegen. 5. Deponeren van het idee of concept. Eigenlijk elk idee kun je vastleggen. Waar auteursrecht ontstaat op het moment dat je de foto maakt of een film uitbrengt en een merk beschermd wordt zodra je het registreert, geldt dit niet voor ideeën en concepten. Maar je kunt een nieuw idee prima vastleggen. Zo is het mogelijk om een idee voor een app, film, product of programma te laten vastleggen, maar ook een idee voor een patent kun je beschermen door het te registreren. Het is overigens niet mogelijk om bepaalde methodes voor trainingen of cursussen te beschermen. Hoe uniek deze ook zijn, je kunt niet tegenhouden dat andere partijen vergelijkbare methoden ontwikkelen. Tot 1 januari 2013 kon je een idee vastleggen bij de Belastingdienst. Vanaf die datum is dat niet meer mogelijk en kun je een idee bijvoorbeeld beschermen via de notaris of ons bureau. Een idee registreren bij ons kost €150 voor 5 jaar en €300 voor 10 jaar. Vastleggen bij de notaris kost ongeveer €450. Je kunt je idee door een notaris in Nederland laten vastleggen, maar ook via het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom. Dit is de officiële organisatie die het register hiervoor beheert en waar jouw idee wordt gedeponeerd. Dit geldt ook als je een idee internationaal wilt vastleggen. Het gaat er immers om dat je kunt aantonen dat je een idee op een bepaald tijdstip had. Je kunt er geen rechten aan ontlenen. Bijvoorbeeld internationaal, maar je kunt in een rechtszaak wel jouw bewijspositie versterken door het depot bij het BBJ of de notaris. Je krijgt een wettig bewijsmiddel in handen dat je op een bepaald moment een idee had. Het is een groot misverstand dat je intellectuele eigendomsrechten krijgt zoals bij een merk, model of patent. Dat is niet het geval. Als je daarnaar op zoek bent, is het vastleggen van jouw idee niet de bescherming die je zoekt. Als je jouw idee hebt vastgelegd en je gaat met partijen hierover in gesprek, zoals leveranciers of producenten, dan is het essentieel dat je hen een geheimhoudingsverklaring laat ondertekenen waarin staat dat ze ervan weten dat jouw idee is vastgelegd. Doe je dit niet, dan is de kans niet groot dat je succesvol kunt optreden als dergelijke partijen er toch met jouw idee of concept vandoor gaan.